Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Meneer Van Einde, wat is eigenlijk de bedoeling van deze dag? De bedoeling van vandaag is om vooral een kijkje te geven in het hart van de zorg. In het wonen, werken en leven in een woonzorgcentrum als Huizen Sint-Josef. Dus je kunt hier vandaag informatie halen over als ik hier wil komen wonen, maar ook als ik hier wil werken? Ja, je kunt eigenlijk voor alle vormen van dienstverlening kunt u hier vandaag informatie krijgen. En dat kan inderdaad om hier te werken, om te wonen, maar ook om hier als vrijwilliger wat te gaan doen. Ik help eigenlijk overal een beetje mee. Koffie schenken en dingetjes neerzetten, eigenlijk van alles. En hoe kom je erbij om dit werk te gaan doen? Voor school moeten we maatschappelijke stage doen. Ze een maatschappelijke stage. En daar stond ook deze bij. En deze lijkt mij heel erg leuk. Want heeft u veel personeelstekort? Nee, we hebben op dit moment geen personeelstekort. Nee, wij zijn toch in staat om heel goed aan de personeelsbehoeften te voldoen. En daar ben ik zelf heel blij mee. Ja, ja. Maar is het dan niet zo dat het is allemaal leuk en aardig zo'n dag, maar overal wordt er bezuinigd, ook in de zorg. Ja. Dat het dan wel gewoon steeds lastiger wordt om het leuk te maken voor mensen en voor personeel? Nee, nee, het wordt niet lastiger, het wordt wel een steeds grotere uitdaging. Ja. Maar ik denk dat we hier kunnen laten zien vandaag dat het nog steeds heel gezellig is om hier te wonen en te werken. Ondanks, u noemt het bezuinigingen, ik noem het kostenbesparingen. Ja. Ik denk, ondanks die kostenbesparingen kunnen we nog steeds laten zien dat het hier heel erg goed wonen en werk is. Om 11 uur is het begonnen. Het is nu al druk, 11:30. Ja, dat verheugt mij ook. Had u niet gedacht? Nou, het is altijd enorm spannend van of er inderdaad mensen komen op je open dag. In de voorbereiding besteed je er heel veel aandacht aan. Je wil er heel veel aandacht aan geven in alle media. En je probeert natuurlijk ook vooral familieleden van bewoners te enthousiasmeren. Maar als het dan ook lukt, is dat wel heel erg leuk. En we hebben natuurlijk ook een beetje geluk met het weer, laten we wel wezen. Nou, hartstikke goed. Als u prijs hebt, bel ik u op. Neem, trek nog even een envelop. Dat is gratis. Altijd prijs. Inzit. Als u wel uw telefoonnummer invult, dan kom ik voor u openmaken. Kom hier kijken wat erin zit. Van de thuiszorg van Beweging 3.0. We gaan starten in Nijkerk met de thuiszorg. Vanuit Sint-Josef. We hebben hier eigenlijk een kantoor. En u krijgt van mij een fles rode wijn. Met de groeten van het thuiszorgteam. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Lekker op drinken. Is dat een zus? Ja. Ook eerlijk? Ja, en Anneke is een zus. En Beth is een zus, die met een rondje... Is niet een zus. Dan kunnen we er ook nog een achtbaan van maken. Vertel. Het is voor de mensen die wat langer thuis willen blijven en die thuis eventueel verzorgd willen worden. En dan kunnen ze daardoor langer thuis blijven. Nou ja, maar dit zijn niet bedden die je hier in Huizen Sint-Josef tegenkomt? Heel af en toe. Ja. Het wordt vaak door de kruiswerkwinkels en de verenigingen geleverd. Maar het is dus ook mogelijk om gewoon particulier aan te schaffen.